Patroonbehang opmeten, hoe doe je dat? Nou, in deze aflevering ga ik je wat dingen laten zien hoe je het kunt opmeten. En ik ga je even een klein stukje laten zien van dit behang, hoe ik dat erop aanbreng. Dus ben je benieuwd naar deze aflevering? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En via mijn kanaal zul je leuke schildertips ontvangen om als doe-het-zelf het voor elkaar te krijgen. En wil jij geen fouten maken in jouw schilderwerk? Zorg dat je abonneert op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat jij geen schildertip hoeft te missen. En vandaag ga ik je iets vertellen over het behang hierachter, waar je op moet letten, hoe je het behang kunt opmeten. En ik ga je even één baan laten zien hoe ik dat plak. Ik ga je het materiaal laten zien wat ik gebruik, dus er is veel te zien van vandaag. Ik ga even de spulletjes klaarzetten en dan kun jij ondertussen hieronder abonneren op mijn kanaal. Het behang hier naast mij, dat kost ongeveer 150 euro per rol. Dus je wilt daarin geen fouten maken. En om jou even te helpen hoe je dat nou inmeet, ga ik je even dat laten zien. Dit zijn de beschrijvingen van het behang. En we zien hier dat het behang is 8,50 meter. Zoveel zit er op de rol. En hij is 70 centimeter breed. De banen zijn 2,35 meter. Dat is de hoogte van de baan, inclusief een 2-3 centimeter erbij. En, zegt het patroonbehang, om een rapport, dit heet het rapport, om een goed door te laten lopen, moet je er 64 centimeter erbij optellen. Dus hier moet jij 64 centimeter bij optellen en dan kom je uit op 2,99. Nou, laten we zeggen 3 meter. Je hebt dus per baan heb jij 3 meter nodig om de baan aan te brengen. Alleen dan moet je even opletten. Bij de eerste baan kun je gewoon de lengte van 2,35 meter op aanbrengen. Dat is je eerste baan. Daar zit nog geen patroon in. Je brengt hem gewoon netjes aan met een waterpaslijn. Je tweede baan, daar moet je wel die 64 centimeter bij optellen, dus je tweede baan wordt wel 3 meter. In dit geval is de rol 8,5 meter. Dus je kunt hier sowieso twee banen uithalen, dan zit je op 6 meter. En dan hou je nog 2,50 meter over. Daarmee kun je dus de eerste baan er ook uithalen. Dus voor de eerste drie banen kun jij drie banen eruit halen uit één rol. De andere rollen, die moet je in patroon doorplakken, dus daar kun je maximaal twee rollen uithalen, of twee banen uithalen. En daar moet je dus bij opletten wanneer je dus dat gaat inmeten, dat je gaat kijken hoeveel banen kunnen eruit. Nou, de banen zijn 70 centimeter. En dan moet je je muur gaan meten en die deel je, die 8,5, die deel je dus door die 70. En dan heb je het aantal banen wat je nodig hebt. Mits je 8,50 meter aan muur hebt, maar heb je bijvoorbeeld 12 meter muur, dan deel je 12 meter door 0,7. Dan kom je op 17,14 uit. Dat betekent 18 banen die je nodig hebt. En dan moet je dus kijken hoeveel banen je eruit kunt halen uit een rol. En dat is het aantal rollen die je dan nodig hebt om te bestellen. En dan kun je dat uitrekenen met de 3 meter die je daarvoor nodig hebt. Dus zo kun je dat even berekenen. Maar dat je rekening houdt dat je, als er een rapport op staat, dat die rapport, dat je daar altijd 64 centimeter optelt bij je tweede baan. En dat je dat niet vergeet, want anders kom je niet uit in je patroon. Verder is dit getal hierboven, die met 27 begint, dat is het nummer van het behang. En het badnummer, de 2, de 02, dat is het badnummer, dat is de serie waar die achter elkaar doorloopt. Dus zorg dat je
de rollen hebt met allemaal dezelfde badnummer 02, zodat je geen kleurverschil gaat krijgen. Ik heb 70 centimeter afgemeten vanaf de deur. Dus vanaf dit gedeelte heb ik 70 centimeter daar naartoe opgemeten. En daar heb ik mijn eerste lijn aangelegd. En ik ben dat zo door gaan meten tot aan de hoek over hier. En ik ben eigenlijk daarna begonnen in deze lijn. Hier heb ik 70 centimeter afgetekend richting de muur. En dat heb ik gedaan zodat ik uiteindelijk in dit gedeelte net een klein beetje over het kozijn ben uitgekomen. Dat betekent dat ik hier bovenin, boven de deur, een klein stukje maar nodig heb van 70 centimeter. En dat plakt veel makkelijker dan een hele volle baan. Dus dat is iets waar je even op moet letten. Daarnaast, met het snijden, zorg dat je een hele scherpe mes hebt, zodat je mooi langs het kozijn kunt snijden. En daarnaast moet je even letten op dit icoontje. Dat laat zien dat je niet de baan moet insmeren, maar dat je de muur moet insmeren. Dus je strijkt eerst de muur in en dan kun je het behang er zo opplakken. Omdat dit behang toch 150 euro per rol kost, ga ik je alleen even een baantje laten zien. Maar ik moet toch even de volle aandacht hebben om het behang netjes aan te kunnen brengen. Dus ik ga het alleen laten zien, ik ga je niet te veel uitleggen. Maar wil je nog meer tips over behangen, dan kun je hierboven in de YouTube-kaart kijken naar meer tips over behang. Dus ga die straks even bekijken. Maar ik ga je even laten zien hoe ik de baan op aanbreng. Welke spatels heb ik daarbij gebruikt? Ik heb deze gebruikt. Deze doe ik even voor de grote flappen op aan te brengen op de muur. En ik gebruik hem ook om langs de randen te snijden. Daarnaast heb ik deze gebruikt. Deze is iets kleiner. Hij is wel hard, maar wel kleiner. En deze is meer voor de hoekjes. En als je net even wat scherpere hoekjes hebt of randjes die echt heel scherp moeten gesneden worden, dan vind ik deze wel prettig. En ik heb deze gebruikt. En deze is wat flexibeler en dat doe ik om het behang heel strak op de muur aan te trekken, zodat hij mooi strak erop komt. En eigenlijk moet je dus je ondergrond heel glad hebben, geen putje of een pikkeltje erin, want dat ga je dan weer terugzien. Dus met deze trek ik hem helemaal strak en dan wordt hij ook heel erg mooi, komt hij op de ondergrond vast te zitten. Gebruik altijd een goede scherp mesje. En dat je hem elke keer kunt afbreken, zodat je goed kunt snijden. En begin je patroonbehang altijd met een goede waterpaslijn, zodat je vanaf daar kunt starten. Nou, met deze tips hoef jij geen fouten te maken. En heb je toch nog wat vragen over jouw behang,
laat het me weten. Je kunt me toevoegen op social media. In de beschrijving heb ik even linkjes neergezet naar social media. Daar kun je je vragen stellen. En als jij een patroon hebt waar je van zegt van ik zou wel eens weten hoe ik dat precies moet doen, dan kun je een fotootje sturen. Dus voeg mij toe op social media. En wellicht zien we elkaar de volgende keer weer. Vergeet niet te abonneren hieronder, zodat je geen fouten hoeft te maken. Geef even zo'n duimpje als je hem een goede tip vond. En ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.